Hallo daar, mijn naam is Jennifer Mariana. De wereld van energie is mijn specialiteit en mijn passie. Met mijn podcast neem ik je mee in mijn verhalen waarin ik de vertaalslag maak van mijn fysieke wereld naar de energetische wereld en andersom. Voor inzichten, heling en groei. Ik wens je veel luisterplezier. Hallo, een quick intro. Ik heb een mini-episode opgenomen en die heb ik nu maar gewoon voor, dus een andere episode geplakt. Dus dan weet je dat, zodat het niet opeens een beetje raar wordt. Nou, ik wens je veel luisterplezier. Hallo en leuk dat je intuned. Ik heb even een korte message, maar ik weet nooit hoe lang ik ga kletsen. Nee hoor, ik denk wel een korte message. Een korte message over, waarover? Of het resoneert, of je de dingen die op je pad komen en de dingen die je doet of die resoneren met waar je naartoe wilde gaan. Ik heb deze week contact gehad met iemand die een paar jaar terug mijn traject heeft gevolgd. Dan had ik dan weer even zo via Instagram even contact mee. Super tof. En ze vertelde dan ook zo wat er op haar pad was gekomen. Dat ze het ook super tof vindt. Iets om haar krachtdier, geloof ik. Iemand die zei van, nou kom een dag met me iets doen. Waar ze onder andere dan haar krachtdier zou vinden. Nou, super leuk om dat soort dingen te doen. Maar op een gegeven moment zei ze, ja dat vond ik wel leuk. Maar daarna dacht ik, ja eigenlijk helemaal geen tijd, zin, zo. En ze kreeg het gevoel dat die vrijheid niet aan haar werd gegeven door diegene. Dan had ze er al gelijk geen zin meer in. Zeg, als het moet worden gepusht, dan al helemaal niet. En toen zei ik ook van, nee, weet je, inderdaad, het is ook leuk wanneer dat soort dingen, om dat soort dingen te doen. Maar, wat had ik, ja, even kijken hoor. Wat had ik gezegd? Oh ja, en ze zou ook even op vakantie gaan. Dus ik zeg, oh, klinkt wel tof inderdaad. Maar als je dat al zo voelt, dan eerst even je mind clearen. Dan kan je weer even in alle rust nagaan wat aan je trekt. En ook weer even evalueert waar je staat met betrekking tot je droomleven. Je intentie en manifestatie waar je voor wilt of wilde gaan. Want ik had dan ook weer even contact met haar. Had ik gezien dat ze een hondje heeft. En dat hondje stond, toen wij contact hadden, op haar manifestatielijst, op haar wensenlijst, een droomleven, waarin ze die hond, er ook, ik geloof echt dat ook dat specifieke ras, dat ze dat zou manifesteren. En dat is er nu. Dus ja, super tof. En eigenlijk met dat in mijn achterhoofd, wat ik nog eigenlijk zo van haar weet, waar ze stond, waar ze naartoe wilde gaan. En voelde ik gewoon heel erg die behoefte om dat dus te zeggen. Zij is van, oh ja, dankjewel. Dat is toch echt wel een fijne reminder om daar toch wel even naar te gaan kijken. Dus misschien ook voor jou. Voor jou ook misschien een fijne reminder voor ons allemaal. Om te kijken of we de dingen die we doen, of die wel matchen met waar we naartoe wilden gaan. Want we doen eigenlijk toch wel vaak dingen op de automatische piloot. En ik heb al vaak gezegd, die automatische piloot is 9 van 10 keer toch wel vaak ego. We moeten toch echt even dat setje gaan zetten. Of even een voor een bepaalde periode de zelfdiscipline creëren. Om routines weer te veranderen. Om daarin ook weer toch even doorheen te gaan. Om weer op één lijn te komen met het hogere zelf. We denken altijd maar dat voelt toch fijn. En je bent er in een flow als je met je hogere zelf meegaat. Nou, dat is gewoon echt niet altijd zo. Want een meegaan met het ego kan soms ook heel erg fijn voelen. Maar dat wil niet zeggen dat het per definitie goed is. Dus, dat. Ik wilde dat eigenlijk even met je delen. Het is nu ook vandaag volle maan. Ik heb net lekker even weer wat verbrand. Het was allemaal niet heel erg specifiek. Sommige dingen waren al specifiek, maar niet heel erg. Dat voelde voor mij ook gewoon goed. Want er zijn zoveel dingen gebeurd. Dat ik kon ook gewoon niet anders dan het een beetje globaal houden. Want anders dan ben ik veel te lang bezig. En heb ik er eigenlijk ook geen zin meer in. En ik weet ook dat wanneer, het gaat nooit zozeer om de, en dat weet ik ook naar aanleiding van die behandelingen, het gaat nooit zozeer om wat er specifiek gebeurt, het gaat om de energie erachter. Wat zit erachter? Wat is de energie achter de situatie, of situaties? En wat is dus de globale, de algemene energie die jij dus mag loslaten, of waar jij van mag leren, of wat jij mag gaan doen, welke stappen mag je ondernemen, of juist niet.
Dus nou ja, dat voelde ook voor mij heel fijn. Ik weet niet of je de volle maanreading al had gekeken. Ik weet trouwens helemaal. Nee, trouwens. Deze episode komt geloof ik later. Of misschien doe ik hem toch nog even ertussendoor proppen. Weet je, ik weet niet wanneer je hem gaat luisteren. Maar anders, als het nog in de volle maanperiode valt van de volle maan van 24 juni in Steenbok. En de volle maanperiode is gewoon tot de nieuwe maan weer komt. Dus dan heb je echt nog tijd om de reading te bekijken. En ik zal het zeker ook even adviseren. Daarin vertel ik ook onder andere wat ik ga loslaten of wat ik heb losgelaten dus nu. En dat ik daarin weer een laag ervan af mocht pellen. Ja. Dus dat. Kijk naar de energie erachter. Ga weer even na waar je, ja, waar je naartoe aan het bewegen bent en of dat overeenkomt met je droomwens. Er zijn heel veel dingen die namelijk op je pad kunnen komen. Cursussen, gatherings of nou ja, ik weet eigenlijk niet van alles wat. Boeken zelfs. En daar kan je misschien soms, oh, dat is wel leuk om te lezen, maar. Heb je dat nu ook echt nodig? Doe je dingen bewust of omdat het gewoon weg op je pad komt? Want niet alles wat zomaar op ons, nee, het is niet zomaar, maar niet alles wat op ons pad komt is direct iets wat we op dit moment mogen doen of wat overeenkomt met het hogere zelf. Sommige dingen komen ook overeen met het ego of waar je nu op dit moment in zit, in die energiestroom wat je juist mag loslaten. Dus bewustwording is weer key. Zorg dat je weer even lekker in het hier nu bent. Het is nog steeds goed weer. Godzijdank, heel fijn. Dus geniet van het weer, geniet van het buiten zijn. Probeer goed te aarden. Probeer op je ademhaling te letten. Duw die lekker naar beneden. En zorg dat je echt in je lichaam zit. Dat ga ik in ieder geval doen. Ik hoop dat je met me meedoet. En ik wens je een hele fijne dag of avond verder toe. Namaste. Hallo en leuk dat je weer intuned. Naar aanleiding van contact dat ik met Dianne heb gehad, Dianne Meijer. Misschien vind je het ook, misschien volg je er al, misschien niet. Zij is ook een spiritueel coach. En zij is ook met helingstrajecten, gaat zij ook aan de slag met mensen om natuurlijk trillingsfrequentie te verhogen en de dingen te helen die geheeld mogen worden. Dat staat soort van natuurlijk inherent aan het trillingsfrequentie verhogen. En zij had een podcast opgenomen. Dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk om te luisteren. Ik zal hem ook in de beschrijving, moet ik even niet vergeten, maar sorry als ik het vergeet. Maar dan zal ik die episode ook even delen. En anders, als ik het vergeet, ga zelf naar Dianne Meijer en zoek haar podcast op. Dus aan de hand van, naar aanleiding van eigenlijk ook het wat ik had gedeeld met Dianne in ons gesprekje. Dat ze ook had verteld dat ze dan. Dat ze wat slechter had geslapen. Doordat er ook heel veel messages dan ook weer doorkwamen. Dingen die ook weer opgelost mogen worden. En nou, dan vroeg ze ook, weet je wel, of ik daar dan ook doorheen ging. En ja, er is toevallig had ik ook niet goed geslapen. Omdat Aisha verkouden was. Maar ik kwam zelf sowieso wel wat lastiger in slaap. Daar was het ook echt om het half uur en daarna om het uur. En daarna gelukkig wat later in de nacht ging ze wat meer, kon ze wat meer achter elkaar doorslapen. Anders moest ik iedere keer opstaan. Het was echt zo zielig. Oh, maar ook wel echt slopen. Dat bracht me wel echt terug naar het begin. Dat ik echt dacht, oh god. Nee, dit is gewoon zo niet, niet chill. Het is echt, oh. Je denkt voor een keertje is het. Hè? Je doet met alle liefde echt waar. Maar het vergt best wel veel van je. Maar toen had ik dat ook gedeeld van, nou nee, voor mij was het eigenlijk meer doordat Aisha dus verkouden was. Maar er zijn wel wat dingen die ook in mijn leven heel turbulent nu lopen, privé situaties. En dat je dan ook denkt van, nou, wat is hier aan de hand, mensen? Maar dan weet je en besef je ook dat we allemaal in een collectieve nou ja, verandering zitten waarin we eigenlijk gedwongen worden om anders naar dingen te kijken en eigenlijk zelf ook te veranderen. Waar het ego natuurlijk van alles van vindt en waar we
ja, heel lastig ook soms doorheen kunnen prikken. En dat het ook soms het evenwicht bewaren is tussen verander je wie je bent, wie je werkelijk bent. Of verander je voor en verander je voor jezelf, of verander je voor een ander. Wat komt er in je op? Ik was ook zo'n beetje aan het schrijven en Diane had in het podcast ook erover van we praten vaak vanuit de spiritualiteit over het licht en dingen naar het licht brengen. Maar wat ik ook vaak heb gedeeld is dat er natuurlijk zonder donker is er geen licht, zonder licht geen donker. Dat is gewoon hier in dit leven, daar hebben we voor gekozen. En wij zijn hier allemaal als heler, we zijn allemaal helers. Het is maar net of je daar toegeroepen voelt om je daar je beroep ook van te maken. Of je iemand bent die het leuk vindt om met andere mensen te werken of niet. Maar je bent altijd een heler en jij helpt altijd de mensheid. Op wat voor niveau ook. Of je dat op microniveau doet, op macroniveau, dus klein of groot niveau. Klein impact, groot impact. Alle impact is van dezelfde, hoe noem je dat? Van dezelfde waarde. Dus het heeft dezelfde waarde. Ik had ook opgeschreven. Waar heb ik dat opgeschreven? Want wat ik nu vertel had ik ook wel een beetje opgeschreven. Even kijken hoor. Ja, je hebt jouw leven uitgekozen met de dingen die jij te helen hebt voor universele heling van het collectief. Wij hebben expres in dit leven en in alle andere levens, hebben wij expres bepaalde onderwerpen, hebben wij geaccepteerd om hier in het leven, in het menselijk, fysieke leven te gaan helen. Die bepaalde energieën die geheeld mogen worden op universeel niveau, die inzicht hebben, die inzicht behoeven, dat doen wij, soort van het werk, de arbeid, doen wij hier in dit leven. Dat komt op verschillende manieren tot uiting. Dus sommige mensen, en ik weet het, er gebeuren vreselijke dingen soms in de wereld. Soms. Heel vaak. En heel veel dingen zijn ook gewoon niet oké. Net als het stukje vergeven. Je vergeeft nooit de situatie die is ontstaan op die manier. Je vergeeft wat eruit is ontstaan. En het vergeven zorgt ervoor dat je je loskoppelt van wat het in jou heeft getriggerd, dat verdriet heeft veroorzaakt. Of boosheid. Of nou in ieder geval alles wat vanuit eigenlijk dus de negatieve kant of de donkere kant, hoe je het ook wil noemen. Diane die praat meer in donker en licht. Ik praat meer in positief en negatief. Het is natuurlijk allemaal hetzelfde. Ik heb ook vaker gezegd van ja, ik vind het ook echt stom om iedere keer over dat goed, fout en positief, negatief. Omdat dat eigenlijk in wezen niet op die manier is. Maar natuurlijk in dit fysieke leven dan wel. Het is gewoon de makkelijkste manier om bepaalde dingen ook uit te leggen en duidelijk te maken. En door vergeven of accepteer je niet. Ja, of tolereer je, hoef je niet altijd de actie te tolereren. Je hoeft niet vergeven van, oh, dan is alles weer koek en ei. Dat is vergeven niet. Maar we hebben best wel vaak die misvatting op vergeven. Maar liefde en compassie kan ook zijn om juist dan ervoor te kiezen om geen contact meer te hebben. Je liefde en compassie kan juist zijn om dan op dat moment even afstand te nemen. En niet omdat je nog ergens in blijft hangen, maar omdat dat jou weer, omdat dat liefde en compassie voor jou is. Omdat dat liefde en compassie weer voor de ander is. Omdat je dan misschien een situatie accepteert voor hoe die is. Nogmaals, het stukje vergeven heeft meerdere lagen. En heel vaak kunnen we vergeven en dan is inderdaad alles, om maar zo te zeggen, koek en ei. Omdat we vaak, wanneer er communicatie is, komen we weer tot een gelijk punt. Ik hou altijd heel erg van communicatie, te communiceren, discussiëren eigenlijk. Omdat vele dingen komen we altijd weer tot een gelijk punt. En soms is er bij wijze van spreken ook helemaal niet iets om over te communiceren. Dan is het uiteindelijk inderdaad heel liefdevol van, nou, jij hebt jouw punt. En ja, let's agree to disagree. Hè? Weet je wel zo, laten we het
eens zijn dat we het oneens zijn. Soms heb ik daar, als ik dat zo zeg, denk ik, oh ja, ik heb daar niet altijd vrede mee. Want zeker als iemand mijn kant van dat verhaal, wat ik dan probeer duidelijk te maken, dan niet begrijpt. En dat er dan nog steeds oneenigheid daardoor is, dan kan ik me soms daar heel moeilijk bij neerleggen. En dan kan ik me in allerlei bochten ook soms wringen om maar dat deel te laten zien. Dat heb ik ook wel vaak met Rashid van, als we dan discussies hebben gehad, meningsverschillen, ruzies, noem het maar op. En dan is eigenlijk ook heel vaak mijn punt, ik wil je niet overhalen naar mijn kant. Ik wil niet dat je iets gelijk maar hoeft te accepteren. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je mijn kant ziet. En eigenlijk mij ziet. Hoe ik er naar kijk. Of hoe het ook anders kan zijn. En niet omdat het dan geaccepteerd hoeft te worden. Je kan nog steeds bij je eigen keuze blijven staan. Je kan nog steeds jouw keuze blijven uitvoeren. Maar dat staat inherent op wat ik dan eigenlijk bedoel. Ik bedoel van, weet waar ik in ieder geval vandaan kom. Nou, en dat heb ik gewoon vaak met andere dingen. En wanneer dat soms niet op dat moment lukt of überhaupt niet lukt, dan kan mijn stuk perfectionisme soms nog wel de kop opkomen. En waarom noem ik het perfectionisme? Dat je dan heel erg in je hoofd blijft van hoe een scenario anders zou kunnen gaan. Wat als? Nou ja, Rast heeft ook heel vaak tegen me gezegd, als is vals. En neemt niet weg dat sommige dingen om in je hoofd er even evalueren, dat natuurlijk ook goed is. Maar heel vaak draaf ik daar gewoon echt wel in door en ga ik malen. Ik weet niet of je dat herkent. Maar ik denk dat velen dat herkennen, dat je dingen gaat malen en overdenken. Waardoor je eigenlijk in een soort van, je blijft dan als het ware in de yang-energie, in de mannelijke energie. Waardoor je niet op in de flow meer kan komen, omdat je eigenlijk dingen toch weer probeert in controle te houden, terwijl dat is het stukje wat je weer los mag laten en waar geen mannelijke energie meer behoeft. Op het moment dat je daar wel in blijft, dan ga je tegen die stroming in, juist niet met die flow mee. Dus om weer terug te komen, wij hebben echt bepaalde keuzes hebben wij gemaakt om uiteindelijk weer voor die heling te zorgen of universeel niveau. Dus we maken, heb ik ook geschreven, we maken het vaak heel erg persoonlijk. Wat er dan gebeurt en wat er in ons gebeurt. Vaak door het op microniveau te zien. Dus tussen jou en het probleem of persoon, situatie, emotie. Maar wanneer je dat eigenlijk, dat microniveau gaat omzetten naar, ik schreef ook adelaarsperspectief, dan ga je beseffen wat de grootheid en ook heiligheid is van het tussen haakjes probleem waar je nu tegenaan loopt. En dan zie je in dat wat jij aan het helen bent en de inzichten die je eruit gaat halen, dat het juist zo mooi is. Dianne had ook benoemd benoemd in haar podcast dat zij ook dat stuk dat er vaak over licht wordt gesproken, niet zozeer donker. En toen dacht ik ook bij mezelf, ja, waarom is dat eigenlijk? Ik benoem het wel, net zoals dat het er is. Maar in de diepte kan ik niet altijd heel erg gaan. Omdat dan komen er ook natuurlijk weer privé dingen. Ik ben niet anoniem. Kijk, sommige verhalen die ik deel, die kan ik anoniem doen. Maar als ik andermans verhalen deel, dan gaat dat voor mij heel erg soepel en makkelijk. En dan voel ik ook die anonimiteit erin. Maar op het moment dat ik dingen van, stel ik zou een verhaal delen onder een mom van iemand anders. Ja, ik kan dat niet. Daar voel ik me heel ongemakkelijk bij. Nou, dan kom ik toch niet uit mijn woorden. En dan laat ik het liever. Maar ik heb natuurlijk wel, en dat hoeft ook niet, weet je wel. Dat zijn ook dingen trouwens, en veel dingen waar ik in eigenlijk die negatieve kant op inga, is op 1-op-1 contact, is tijdens die healing trajecten. Want dan ga je, wat er eigenlijk naar boven komt door die trillingsfrequentie die aan het verhogen is, komt dus eigenlijk die negativiteit naar boven, om juist dus gezien te worden, om dat juist te helen. En vanuit het perspectief, en dat is wel een mooi perspectief dat ik vaker wil benadrukken, omdat ik dat nu eigenlijk ook weer zo heel erg sterk voel, van dat het echt het besef is dat we naar
dat dat eigenlijk je goddelijke taak is. Het oplossen van dingen in jezelf. Het oplossen van bepaalde energieën die een fysieke uiting zullen krijgen in situaties, in personen. Waar je eerst heel erg tegenaan kan lopen. Maar wanneer je daarmee aan de slag gaat, dat je dan juist echt, nou ja, op universeel niveau echt prachtige dingen aan het verzetten bent. Maar over dat stukje van waarom hebben we het er niet altijd over. Even kijken, had ik hier. Oh ja, zo, ik denk dat velen van ons zich verstoppen voor dat stuk, de negativiteit. Denk ook maar bij aan relaties. Als je wordt gewezen op je, die negatieve kanten van jezelf, dat je echt heel fel kan reageren. Ik herken dat dus, ik weet niet of jij dat hebt, maar ik kan dan heel fel reageren soms. Van dit is geloof ik niet wat ik vaak zeg, maar zo ben ik nou eenmaal. Heb ik ook wel vaak gehoord bij anderen van, ja, zo ben ik nou eenmaal. Ik hoef niet te veranderen voor jou. Wat kan er nog meer opkomen? En ja, daar was ik eigenlijk ook gestopt met schrijven. Dus dan weet, maar misschien kan je dat zelf ook invullen. Weet je, als je dan op je negatieve kanten wordt gewezen in relaties. En wat dat dan in je oproept. Trouwens, een soort van tussen haakjes negatieve uiting kan dan ook zijn dat je je erdoor laat bepalen. Door eigenlijk dat je ergens op gewezen wordt, dat je het dus ook heel erg persoonlijk opvat en eigenlijk dus altijd in die verdediging gaat. Op dat moment is er verdediging 9 van 10 keer ego. Dus misschien let daar ook een keertje op. Nou, had ik ook verder geschreven, maar denk ook een andere emotie die de donkere kanten oproept, de negativiteit oproept, zoals schaamte, angst, misgunnen, woede, wraak, hebzucht, etc. Dat willen we niet, dat willen we niet zo snel delen met anderen, want wat zullen ze van me denken? Of zullen ze misschien mij als een mislukking zien? Of dat ik alleen dat stukje ben. Of alleen dat stuk zal zijn. En dat mensen dan afstand van me zullen nemen. En dat ik dan echt alleen ben. Hè? Want vaak is ook een stukje, daar heb ik ook een blog over geschreven. Ik geloof 3 jaar geleden over het stukje alleen zijn. Dat heel vaak, mijn kern kwam ook daaruit, dat ik ook angst had om alleen te zijn. En in mijn puberteit kwam dat ook heel erg naar voren. Dan kon ik de tv aanzetten, dus deed de tv op mute. Zodat ik wel beeld had en deed de radio aan voor geluid. Want luisterde ik Phonix, maar Phonix had geen beeld. Maar dan ging ook beeld dus aan. En dan zat ik op mijn computer. Dus hoeveel ruis wil je eigenlijk wel niet hebben en creëren. Om dus ook maar niet tot dat stuk te komen. Omdat je eigenlijk als tiener en puber en adolescent zijnde al zoveel ook qua ruis met hormonen hebt. En je kijkt ook heel erg anders naar de wereld en alles voelt heel erg definitief vaak aan. Heel zwaar. Het lijkt wel alsof we alles met een vergrootglas zien. De mooie dingen, maar ook dus die nare dingen. Een andere kant is dat, dat je denkt dat je daar niet op mag focussen. Hè? Dat je niet op het negatieve mag focussen vanuit de wet van aantrekking. Ik geloof dat ook velen van ons daar ook een onheimisch gevoel bij krijgen. Van wat je aandacht geeft, dat groeit. En dat wil ik dus eigenlijk nu hopelijk tackelen bij deze. Je wilt niet dat de negativiteit... Even kijken wat ik geschreven. En je wilt niet dat wat er naar voren is gekomen groeit. Hè? Dus je negativiteit groeit. Maar we moeten het juist op die momenten aandacht geven. Want als je voorbij die angst gaat, dat je denkt dat groeit, lees ego, dat is gewoon je ego die dat denkt. Dan wat geef je nu eigenlijk werkelijk aandacht? Dus wat geef je werkelijk aandacht als je voorbij die angst gaat? Wat geef je aandacht als je met de negatieve kant, als je daar aandacht aan geeft? Wat geef je? Wat is wat er naar boven? Wat is wat je inderdaad aandacht geeft? Nou, misschien komt er al iets naar boven. Ik ga het nu toch zeggen. Jezelf. Je geeft jezelf aandacht. En je geeft heling aandacht. Want je geeft het aandacht voor de heling. Je geeft het aandacht voor de inzichten. Je geeft jouw... Zo, oké.
toeter. Ik weet niet of je dat hoorde, maar er ging net een auto toeten. Je geeft jouw kern aandacht. Misschien was die toeter van, ja, yay, you got it. Kijk nu met Aisha, kijk met Dora. En dan zegt ze, ik weet niet of jullie Dora kennen. Dat is zo'n kinderserie gebeuren. En wij kijken dat in het Engels. Dora the Explorer. En dan hebben ze ook op een gegeven moment, als iets is gelukt, dan hebben ze een heel liedje van, woo, we did it, we did it, yeah. Dus, dat is zo leuk. Wat er dan in je hoofd kan omgaan, hè. Oké, maar je geeft jouw intentie aandacht. En jouw intentie is liefde, compassie en heling. Dus, wat groeit er nou werkelijk? Precies dat stukje, die liefde, compassie, heling, jouw kernenergie. Dat is dus wat groeit. En we hebben het er inderdaad, en dat schreef dus, we hebben er vaak niet in de diepte over op algemeen gebied. Omdat, ja, dat doe ik dus vaak in die stukken 1-op-1 heling en begeleiding. Dat is gewoon zo. En ik deel ook vaak wel dingen van mezelf over waar ik dan eventueel de inzichten op heb, waar ik eventueel doorheen ben gegaan. Maar ik heb ook zeer zeker dat ego ook mij vaak voor mijn voet is gekomen op het moment dat ik iets wilde delen van, ja, wat zullen ze bij wijze van spreken van me denken? Ik ben toch juist voor de heling, dus hoe kan ik eigenlijk hiermee zitten? Dan ga ik opeens heel raar naar kijken, terwijl dat is het niet. En dat is het ook om een soort van iets op grotere schaal te delen, vind ik dan, ja, of er moet echt een hele goede reden, een goede intentie achter zitten. Maar als ik het niet voel, dan kan ik het ook niet delen hoor, eerlijk gezegd. Want ik ben in principe daarentegen wel een open boek. Dat wanneer mensen iets vragen, dat ik daar altijd wel antwoord op geef. Eerlijk. Ik word namelijk ook vaak heel erg ongemakkelijk bij het stukje liegen. En dat wil niet zeggen dat ik nooit lieg of zo, of nooit heb gelogen. Trouwens, mijn intentie is wel om niet meer te liegen. Ik zie daar gewoon echt trouwens het nut niet van in. Ook niet van dat stukje witte leugens en zo. Ik vind dat is een hele nare energie. Voor mezelf. Dus ieders eigen ding, daar kies ik niet voor. Maar ja, ik vind het altijd fijn ook om mijn stukje te delen met mensen. Om daar dus juist weer... want ik weet dat wanneer je communiceert en dingen deelt, dan delen is vermenigvuldig. Had ik ook een keertje gedeeld, jaren geleden. Delen is vermenigvuldigen. Je groeit namelijk enorm daardoor. En als je bepaalde inzichten deelt, dan groei je nog meer in je inzichten. Oh, dat doet me ook denken, ooit heb ik misschien, als je me langer volgt, dan weet je, misschien komt dat ook weer in je op. Dat ik ook zei, dan heb ik een podcast gedeeld met inzichten en dan ben ik klaar met opnemen en dan komt er weer een gigantische loading aan van nog meer inzichten. En dan denk ik, oh my god, oh en dat. En dan ga ik nog meer in diepte in. Dat vind ik echt zo gaaf. Soms deel ik dat eigenlijk niet eens allemaal. Omdat dan, ja, weet je, dan was het ook goed. En dan ga je weer verder. En dan komt het wel weer op een ander moment uit. Maar ja, oké, cool. maar dan denk ik ook, even kijken. Nou ja, ja, nee, dat. Ik hoop dat... Oh ja, dat stukje van als ik dan iets deel, wat voor nadelige gevolgen zal het hebben? Herken je dat? Dat als je iets deelt, dat soms dan denk je, ja, had ik dat maar niet gedeeld? Of wat komt daar dan weer uiteindelijk naar voren? Wat komt daar weer uiteindelijk uit? Dus toen ben ik ook heel erg aan de slag gegaan met intenties uitzetten. En ik weet ook dat intenties uitzetten ook heel erg belangrijk is. Dus op het moment dat jij daarmee... weerstand voelt op dingen delen of dingen helen, naar dingen kijken, dan raad ik je echt aan om nog sterker en krachtiger met die intenties te werken. Want op het moment dat je dus met dat inziet, dat wanneer je juist aandacht geeft aan die minder fijne stukken en dat je de ruimte geeft aan jezelf, dat er dan ook weer ruimte gaat komen. Ja, maar ik ben nu wel bezig, want door dit stuk, dat ook Diana Meijer dat ook aangeeft, het is gewoon echt een heel groot collectief stuk waar we allemaal in zitten. Dus of het vroeg of laat komen we echt wel weer het gevoel van, oh, kom er echt even niet uit. Of dat, dan, hè, dat er toch al wat meer hulp is, dat zou fijn zijn. Want zelf heb ik ook
je kan zelf heel veel oplossen. Maar de spiegels die andere mensen zijn, die zijn nog prettiger. En dan vooral als je dus, hè, nogmaals, die heling dan in ook coaching zoekt. Weet je, iemand die op eigenlijk datzelfde niveau waarop jij wenst ernaar te kunnen kijken, dat je ernaar kan kijken. Dat je weet wat jouw oorsprong is op die manier. Waar komt die kern eigenlijk vandaan? Zelf voel ik dus heel erg dat ik toch ook wel weer wel dat in een traject vormachtig wil doen. Maar dan misschien ik weet het nog niet hoe ik dat wil inzetten. Maar misschien minimaal een maand of zo. Eigenlijk ben ik wel echt heel erg van die 3 maanden trajecten. Die zijn toch wat meer krachtiger. Maar om te helpen in dat stukje, als je echt ergens tegenaan loopt, dat je gewoon even de verlichting wil. En dat je dan zelf er verder mee aan de slag kan gaan. Ook goed. Dus in ieder geval, ik ga even kijken hoe ik daarbij voel. Mocht je zoiets willen denken van, ik wil echt wel ook een eenmalige behandeling van jou. Dan kan ik kijken wat we daar eventueel in kunnen, wat ik daar eventueel in kan doen. En hoe ik me daarbij voel bij de energie die jij dan hebt en deelt. En dan kunnen we gaan kijken wat daar eventueel de mogelijkheden in zijn voor mij en voor jou. Dus laat het even weten via, doe maar naar mijn Gmail. jennifershealingpraktijk@gmail.com deze keer. Ja, dat vind ik misschien wel fijn. Nou ja, en als je mijn bedrijfs telefoonnummer hebt, mag je me ook gewoon een appje sturen. Of een DM'tje als je dat prettig vindt hoor. Echt, I don't care. Dus daar ben ik nu eigenlijk mee aan het kijken. Ik was zelf namelijk, wat is op mijn pad gekomen? Er is al een tijdje op mijn pad gekomen. Ik wil mezelf ook wel weer wat verbreden op dat vlak. En zelf daarin wat meer de diepte ingaan. Dan kwam er familieopstelling op mijn pad. En ik vind dat zo interessant. Toen ik daarover las, ik heb het e-book heb ik gedownload van, oh, misschien kan ik daar ook, als ik het niet vergeet dus, de omschrijving in mijn omschrijving delen, de link. Want het is van Yinergy, geloof ik. En die hebben ook een e-book over familieopstellingen. En dan heb ik dan gedownload. Heb ik al een stukje in gelezen. Kijk hoe ver ik erin ga komen. Maar ik wil het in ieder geval heel graag doen. Want zelfs als je dan zelfs geen casus wil inbrengen of hoeft in te brengen. Dan kan jij nog steeds degene zijn die dan als soort van, als pion wordt ingezet om de situatie na te bootsen. En er wordt vaak helemaal niet, dus er wordt eigenlijk niet gezegd van, oh, jij bent de familieopstelling. Jij bent de moeder, of jij bent de kind, of jij bent de broer, of jij bent de vader, of je bent de zus of iets. Maar 9 van de 10 keer, dat vind ik echt heel leuk, voelen de mensen, die pionnetjes, zelf dus al aan wat voor rol zij moeten zijn. Wat voor rol zij representeren. Wat voor rol zij nabootsen. Ja, ik vind dat zo gaaf. Dat is toch hoe energie werkt? Gewoon mensen die daar gewoon, en niet iedereen hoeft gelijk direct zo super hooggevoelig spiritueel hoog te zijn. Of I don't know hoe je het dan weer noemt of idealiseert of iets. Of idealiseert, hè, persoon. Maar dat iedereen dan zo toch dat kan voelen. Nou, dat vind ik echt heel tof. Dus daar ga ik ook verder naar kijken en mee aan de slag. Ik had al wat informatie opgezocht en informatie nagevraagd. Dus dan kan ik kijken of dat iets is. En dan zal ik dat ook zeer zeker gaan delen mocht dat eruit komen. Ik wens je een hele fijne dag of avond verder toe. En dan ben ik benieuwd wat hier nog weer uit gaat komen. Tot de volgende keer. Namaste. Thank you.